Nou, we zingen nog steeds Toeter op waterscooter. En af en toe hebben we wel eens, hebben we al een paar duizend keer gezongen natuurlijk ondertussen. Af en toe hebben we wel eens van, ja, we zingen hem niet. Maar dan krijgen we achteraf al de mensen, die komen er aan. Waarom heb je de Toeter op waterscooter niet gezongen? Dus ja. We hebben wel een scoop voor TV Oranje volgend jaar. Dan bestaat de Toeter 10 jaar en dan komt er een nieuwe versie. Dus dan maken we ook een mooie clip bij. We hebben nu eigenlijk nog steeds geen goede clip. We zitten ergens in een café op zo'n waterscooter, gaat nergens over. Dus volgend jaar komt er een 10 jaar bestaan van de, ik heb een Toeter op mijn waterscooter. Dat is eigenlijk toch het begin geweest van onze carrière. En dan gaan we gewoon een knallende versie maken die heel de zomer mee kan, zeg maar. Ja, feestbeetje. Ja, misschien, in principe maken wij alleen maar platen voor het, ja, wij denken in het optreden, zeg maar. Iedere plaat die we maken, die zien wij gelijk in ons optreden. Dus we maken eigenlijk geen echte radioplaten of... En een Facebook, ja. Zullen we dat doen, tot een keer misschien? Ik weet het niet. We hebben nu een best album uit. Code & Code. Er staan volgens mij 38 nummers op. Die er allemaal feestnummers zijn. En als mensen creatief zijn, dan mixen die we lekker zelf door elkaar. Maar ja, wij zijn niet zo van de medley, zeg maar. Wij doen ons eigen ding. En willen we gewoon ook de Gebroeders Koop blijven met eigen liedjes gewoon. En let even op, binnenkort mogen we reclame maken. 17 augustus. Koop allemaal de Panorama. Daar staan we in. Die hebben ons... Heel het weekend gevolgd met 2 optredens in Duitsland. Optreden Mega Piratenfestijn Groningen. En volgens mij staan we met 6 pagina's op 17 augustus in de Panorama. Dat is toch geweldig? Daar komt gewoon uit voort. Uit dat verhaal kun je gewoon lezen dat wij altijd onszelf zijn. Dat wij nooit... Dat zijn reporters die proberen alles uit te lokken, alles uit te trekken. En als dan op dat moment gewoon niks lukt, dan wij blijven gewoon ons eigen. En we zijn gewoon wie we zijn. Ook al staan we in Duitsland 40.000 man. Of voor een 2 programma waar 8 miljoen mensen naar kijken. En wij doen gewoon ons ding. Gerard maakt leuke liedjes, die produceren wij goed bij Welon. En Adrie brengt ze goed uit, dus wij zijn gewoon een sterk team die heel, heel zeker van ons eigen zijn. En ja, dat maakt niet uit of we nou in Nederland zijn of in Duitsland. Dus ik zou zeggen, lees allemaal die Panorama.